Na me sobrinda vandaar 26 maart vrede, komen we bijna aan het einde van de vijfde week van de 40 dagen tijd. Volgende week, in een paar dagen, beginnen wij het goede week. En wij zien meer en meer naderen dit lijden van Jezus van onbegrip, van niet kunnen verstaan, niet willen verstaan. En dat is al in voorbereiden in voorleiden, in situaties die al in soort van lijden, zo voor goede week, die voor ons toont dat het lijden van Jezus heel vroeg is begonnen. Dag na dag, druppels van verworpen te zijn, van niet aanvaard te zijn, niet begrepen te zijn, niet willen begrepen worden. En wij dragen deze lezingen vandaag voor ons als een manier om onze hart ook diep te verenigen met Jezus, die vandaag nog leidt. Elke keer dat wij onze harten niet kunnen openstellen of niet willen openstellen voor Hem, voor zijn woord. Vragen wij aan de Heilige Geest dat Hij ons kan helpen en wilt ons helpen, zodat wij echt kunnen binnentreden in het mysterie dat God voor ons heeft al voorbereid. Dan de eerste lezing komt uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 20. Ik hoor velen fluisteren. Daar heb je ontzetting overal. Breng hem aan. Ja, wij brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Zij zeggen, misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren wij hem en kunnen wij ons op hem wreken. God de Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, zij zullen niet overwinnen. Zij worden diep beschamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze wordt nooit vergeten. God van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die harten en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe hij u op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de Heer, uw God, want hij heeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered. Dan wij zien hier bij Jeremia, die echt een profeet is, die een beetje een voorafbeelding heeft van Jezus, de Messias die leidt. En wij zien hier deze pogingen die werden tegen Jeremia gedaan om hem echt om uit de weg te ruimen. Hij werd niet aanvaard. Het opdracht van Jeremia was een heel moeilijk opdracht. En daarom bonden de mensen de boodschap die hij gaf met hemzelf. En dan was Jeremia niet nodig, niet nuttig, niet, ja, die moest niet bestaan. En dat is een beeld van een voorafbeelding van het lijden van Jezus. En wij zien hier, de houding van Jeremia is voor ons heel kort bij een voorbeeld, omdat hij als mens, hij kon zich verlaten in de handen van God. En hij is voor ons echt een voorbeeld, een model, om te kunnen omgaan met situaties waarin tegenstandingen zijn en waarin de mensen ons stoten. En hij zegt, ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Om dat te doen en echt volledig bevrijd te worden, dat is een grote genade. Hè? Maar het is een weg. Elke keer dat wij iets meemaken, kunnen aan de Heer toe vertrouwen, leren wij meer en meer. En het loslaten van wat wij hebben toevertrouwd aan de Heer, heeft te maken met het vertrouwen dat wij in de Heer stellen. Hoe meer vertrouwen stellen wij in de Heer, hoe meer gaan wij kunnen loslaten en moeilijke momenten meemaakt, maar wij zijn niet alleen, wij dragen het niet alleen. Het is een voorbeeld van Jeremia voor ons vandaag met deze lezing. Daarna de psalm 18. U hebt
heb ik lief, mijn sterkte zijt gij. Mijn toevlucht, mijn buurt, mijn bevrede. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming. Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad. Want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakt mij angstig. Het net van het dodenrijk hield mij gevangen. De strik van de dood lag reeds om mij heen. Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood. En riep ik mijn God aan om hulp. Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis. Zijn oor ving mijn noodkreten op. Nou, het is een psalm die in lofprijzing, in beschrijving van de kenmerken van de Heer is en ook in beschrijving van wat de Heer deed als wij aan hem doet en deed als wij aan hem ons toevertrouwen. En in deze eerste versen zijn versen die we kunnen gebruiken voor onze eigen gebed en kiezen een van deze titels die worden tot de Heer gegeven. Mijn sterkte, mijn toevlucht, mijn buurt, mijn bevrede, mijn rots, mijn behoud, mijn bescherming. Er zijn zoveel en we kunnen ook in de dag met een van deze titels, een van deze benoemingen bidden, zodat wij echt van de Heer kunnen ontvangen, de genade van ons te kunnen toevertrouwen aan Hem. Daarna het Evangelie Johannes 10. In die tijd rapten de Joden stenen op om Jezus te stenigen. Maar Jezus zei hun: ik heb voor uw ogen veel goede werken verricht, die uit de Vader voortkomen. Om welk van die werken wilt hij mij stenigen? De Joden hebben hem ten antwoord: niet om een goede werk stenigen wij u, maar om uw godslastering, dat hij een mens uzelf tot God maakt. Jezus antwoordde hun: staat er niet in uw wet geschreven: ik heb gezegd, hij zijt goden? Zij heeft hen tot wie het woord Gods gericht werd goden genoemd. En de schrift heeft bindende kracht. Maar waarom dan bestuurdert hij mij, die voor de Vader geheiligd en in de wereld gezonden werd, van Gods lastering, als ik mijzelf Gods zoon noem? Als ik de werken van mijn Vader niet doe, behoeft hij mij niet te geloven. Maar zo ik ze wel doe, gelooft dan die werken, als hij mij niet wilt geloven. Dan zult hij inzien en erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. Toen probeerden zij opnieuw hem te grijpen, maar hij stelde zich buiten hun bereik. Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes aanvankelijk gedoopt had en bleef daar. Velen kwamen tot hem, want ze zeiden: Johannes heeft weliswaar geen enkel teken gedaan, maar alles wat hij over deze man zei, was waar. En velen begonnen daar in hem te geloven. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, dit evangelie toont voor ons deze kracht van het woord van God en deze kracht van het geloof in ons leven. En het is een bron ook van vertrouwen, van zich te kunnen toevertrouwen aan de Heer. Het is heel mooi deze zin
tussen deze discussie met Jezus en de Joden, die we bijna elke dag nu een beetje zien, heeft Jezus een parel voor ons, dit voor ons hele leven. Het woord van God, de Schrift, heeft bindende kracht. Dat betekent als wij tot het woord van God komen, Jezus daar ontmoeten, worden wij verbonden met Hem. Het is echt heel mooi en wij hebben in onze gemeenschap een mogelijkheid om leden van het verbond te worden. Dat betekent mensen die zich identificeren met ons charisma, onze spiritualiteit, vooral gecentreerd op het woord van God, Jezus in zijn woord ontmoeten. En wij zien dat ook in hem. Hoe meer zij kort bij het woord van God komen, hoe meer kort bij komen zij van de gemeenschap, van leven, van de gemeenschap, van elkaar ook als verbond. Het woord van God heeft een bindende kracht. Daarna, in het tweede punt, is deze relatie die al in de dagen daarvoor werd benoemd, van inzien en erkennen met geloof. Jezus zei op het einde van zijn uitspraak: dan zult hij inzien en erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. Dan, het geloof brengt aan ons deze twee belangrijke genade: inzien en erkennen. En als wij die twee ontvangen, kunnen wij verder gaan. Waarom? Wij gaan niet alles zien, maar we gaan zien wat we nodig hebben om vooruit te gaan. Vragen wij deze genade van